Goedemiddag. We gaan het vandaag hebben over het recruteren van Roemeense elektriciens. Nu wordt een uitleg. Deze presentatie die gaat in op de voordelen van het werven van elektriciens in Roemenië, over de verschillende sectoren en ook over het wervingsproces. De vraag naar elektriciens in Roemenië is de laatste jaren gestegen. Niet alleen in Roemenië, maar ook van landen buiten Roemenië. In België, als u zoekt naar een elektriker, wel, in de eerste 3 of 6 maanden bent u niet zeker dat u die gaat vinden. In Roemenië maakt u een kans. En daarna moet je natuurlijk die persoon naar België brengen. Of een ander Europees land. Nu, de Roemeense elektriciens zijn een waardevolle aanwinst voor de bedrijven. Ze zijn bekwaam, dus het zijn professionals. En het zijn experten in het ontwerpen, het assembleren, installeren, onderhouden van elektrische systemen en machines, zowel in commerciële, industriële en huishoudelijke omgevingen. Er zijn dus een breed aantal sectoren waar dat die mensen aanwezig zijn, waar dat elektriciens werken. En ze zijn goed uitgerust om de diverse uitdagingen aan te gaan. Ze zijn goed opgeleid over het algemeen en beschikken een technische expertise die dan de werkgever apprecieert. Nu, welk soort elektriciens hebben we? Dat zijn maar een paar voorbeelden. We hebben installatietechnieken, dus het installeren van energiesystemen, verlichting, brandbeveiliging, datanetwerksystemen in alle soorten gebouwen. We hebben onderhoudselektriciens. Deze elektriciens concentreren zich vooral op het controleren van systemen, om te zorgen dat ze efficiënt en veilig werken. En ze voeren de regelmatige onderhoudstaken uit om de levensduur van elektrische apparatuur te verlengen. En ja, bij pannen, dan grijpen ze in. We hebben dan een heel ander type van elektriciens. Dat zijn de paneelbouwers. Deze specialisten creëren bedieningspanelen om elektrische systemen in gebouwen, in fabrieken te gaan bedienen. Daarnaast hebben we ook de machinereparatie en de gasten die dus terug gaan spoelen. Voor betreft motoren. Deze experts repareren en onderhouden elektrische motoren, transformatoren. We hebben dan elektriciens van snelwegsystemen, dus al die lichten die we op onze snelwegen hebben, die moeten vervangen worden, geïnstalleerd worden. Wel, deze professionals installeren en onderhouden straatverlichting en verkeersbeheerssystemen en dragen bij tot een veilige en efficiënte transportstructuur. In Roemenië of in een ander Europees land. Nu de sectoren, de elektriciens vinden we in bouw en infrastructuur, we vinden ze in fabricage en productie, we vinden ze in energie en nutsvoorzieningen, we vinden ze in telecommunicatie en netwerken, we vinden ze in logistiek, we vinden ze in residentiële en commerciële diensten. Ja? Nu, werven, dat betekent ook dat je moet een wervingsproces hebben. Nu, wij recruteren al 20 jaar in Roemenië en Europa, ook in België. Wel, in eerste instantie zeggen wij altijd tegen de klant, kijk, zorg voor een gedegen functieanalyse. We hebben dus verschillende soorten van elektricus. Het profiel dat ik ga neerschrijven voor een onderhoudstechnieker, gaat niet hetzelfde zijn voor een paneelbouwer, gaat niet hetzelfde zijn voor een storingstechniek enzovoort. Dan gaan we sourcen, nadat we een profiel hebben. We gaan matchen. Daarvoor kun je verschillende kanalen gebruiken. Enfin, wij doen dat in elk geval. We hebben dus vacature sites, gekoppeld aan onze ATS. We hebben sociale media, we hebben wervingsbureaus die we kunnen inschakelen. We hebben databanken, sociale media. Enfin, een heleboel tools om dus die mensen te gaan bereiken. Eens dat we een connect hebben, dus dat we een kandidaat hebben die zich aanmeldt of die wij contacteren, dan gaan we over tot screening. Het is te zeggen, we gaan kijken, one, is hij able? Kan hij het doen, de kandidaat? En twee, is hij willing? Wil hij bijvoorbeeld naar België komen of wil hij in deze soort van onderneming die wij hebben gaan werken? Daarna, als dat positief is, op beide punten gaan we interviewen. En we doen dat op een gestructureerde manier. Waarom doen we dat? Om te kunnen vergelijken in een later stadium.
Soms gaan we testen. Hè? Dus soms gaan we een kleine technische test doen. In elk geval gaan we de referenties controleren. Waarom doen we dat? Of waarom moet u dat doen? Roemenen durven nogal eens weglopen, bij wijze van spreken, zonder iets te zeggen. Nu, als u iemand hebt en je gaat met twee van zijn werkgevers gaan bellen en die zeggen, ja, maar ja, die man is met nieuwjaar vertrokken en niet meer teruggekeerd. Of er was een kleine dispuut over een loonsvermeerdering, majoratie of ik weet niet wat. Hij vond het niet leuk en hij is weggegaan. Wel, in dat geval moet die kandidaat zeker niet nemen, want hij gaat hervallen, hij gaat hetzelfde doen. Daarna, als dat gedaan is, dan gaan we dus over tot een aanbod, een onderhandeling en maken we een contract. En ja, in de laatste instantie gaan we dan ook gaan onboarden. Dus we zorgen dat de kandidaat op een goede manier geïntegreerd wordt en ontvangen in het bedrijf. Nu, er zijn wel een paar uitdagingen bij het werven van Roemeense elektriciëns. In eerste instantie heb je de taalbarrière. Veel van die mensen spreken Roemeens met een beetje Engels, in het beste geval veel Engels. Dus als de taalvaardigheid niet oké is, ga die mensen op cursus zetten, geef in-house training om dus hun taal te verbeteren op de lange termijn. Dit is ten voordele van de kandidaat voor zijn integratie en ook ten voordele van nu voor de retentie. Hou ook rekening met de culturele verschillen. Dus een Roemeen, we hebben daar studies van, als u wil kan u die opvragen, die denken op een andere manier, reageren op een andere manier. Dus ga dan ook interculturele training geven en ondersteun de nieuwe medewerkers om zich aan te passen in hun werkomgeving en om zich aan te passen aan dat team. En zorg ervoor dat dat team ook rekening houdt met die culturele, interculturele verschillen. Want anders gaat het falen en zal de persoon vertrekken. Ja? Nu, samenvattend, we hebben in principe niks dan voordelen bij het werken van elektriciëns in Roemenië. Zowel voor de bedrijven ook als voor de werkzoekenden. Ze zijn bekwaam, ja, het zijn toptalenten. Maar alleen, ja, je moet ze natuurlijk naar het land, naar België bijvoorbeeld krijgen, of naar Frankrijk of naar Duitsland. Wat niet zo eenvoudig is. Mensen zijn niet altijd bereid, alhoewel, wij hebben bijvoorbeeld in straat-elektriciëns, hebben wij verschillende gevallen waar de mensen gekomen zijn voor een bedrijf uit West-Vlaanderen. Ze zijn daar beginnen werken, ze zijn daar gebleven, ze hebben zich geïntegreerd en op een later stadium hebben ze een familie laten overkomen en ze werken daar nog altijd op dag van vandaag. Dus dat is in principe het optimale scenario, maar dat hangt af van u als bedrijf, maar ook van de persoon, van hoe zit die persoon ineen enzovoort. Dus door gebruik te maken van een goede methodologie bij het recruteren, voor de uitdagingen dus die zich stellen om bij het begin, na start, tijdens het werk enzovoort, als je die goed aanpakt, ja, dan gaat het dus volop en effectief gebruik maken van het Roemeens elektrisch talent, hè, van die Roemeense elektriciëns. En ga je dus de teams versterken met bekwame professionals. En vergeet niet, we zijn al meer dan 20 jaar in Roemenië. We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in recruitment. Dus aarzel zeer zeker niet om ons in te schakelen. Wij garanderen u succes. Voilà, dus dat was het, deze korte uiteenzetting over het werven van elektriciëns in Roemenië. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Aarzel niet om mij te contacteren. U vindt daar mijn e-mail. Dat is niet mijn bedrijfs-e-mail, maar een e-mail die tegen wat spam kent, want iedereen leest die. Bezoek de website, telefoneer en ik zal zeker met veel plezier, met open armen eigenlijk, in discussie gaan met u. En kijken wat dat u nodig zijn en hoe ik daar kan op inspelen met mijn team. Dank u wel.